Nou, tante Annemarie gaat wat schooltips geven, jongens. Uh-oh. Kom, stop de bier en go! Hallo mensen, leuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Als deze video is geüpload, zit ik nog net niet in mijn toetsweek. Maar 2 dagen daarna wel. Dus als je dit kijkt, ben ik waarschijnlijk keihard aan het leren voor de overgang van klasse, zeg maar. Maar ik heb door dat heel veel van jullie nu in de toetsweek zitten. Of in de laatste loodjes, of gewoon in de laatste periode van school. Die nog eens best wel heel erg druk kan zijn. Toen dacht ik, we gaan eens een keer een video in thema doen. Ik heb namelijk op mijn Instagram aan jullie gevraagd of er nou echt iets was waar je mee zat. Over toetsweek, school, laatste loodjes. En dat kon je dan naar mij DM'en met de vraag of het anoniem zou blijven. Dus ik ga jullie een beetje advies en raad geven, want ik heb vet veel ervaring. Ik weet niet eens of ik dit kan, jongens. Ik weet het niet. Ik ga gewoon mijn best doen. Ja. Maar voordat we in de DM sliden, heb ik een superleuke aanrader voor na deze stressvolle periode van school. Namelijk het magazine/vakantieboek Flow Lemonade. Look at that. Flow Lemonade is eigenlijk het vakantieboek. Zoals je ziet, heeft maar liefst 150 pagina's. Dus daar ben je wel even zoet mee. Het is een super groot, dik vakantieboek voor meisjes die naar de middelbare school gaan. Die in de middelbare school zitten. Het boek zelf zit vol met DIY's, persoonlijke verhalen, fotografie, boekentips. Dus het is eigenlijk van alle markten thuis. Als je een keer wilt lezen, ga je lekker lezen. Als je een keer wat wil maken, ga je lekker iets maken. Als je tips wil over dingen, staat allemaal hierin. Hier heb je bijvoorbeeld een bladzijde met handige fototips. Maar als je even geen zin hebt om dingen te maken of te doen, kan je natuurlijk ook gewoon persoonlijke verhalen lezen van mensen. Dit gaat over dat topsporters en popsterren niet alles in één keer goed doen. Dus het gaat over blunders en kwestie van doorzetten. Ook over YouTube. Ik zie nu dat Jamie erin staat. Vet leuk. En Jamie zegt dat het kwestie van doorzetten is op YouTube. Dus wil je ook nog YouTube tips? Ook is er een DIY voor het leren van tekenen. Je hebt hier allemaal oefen. Kaartjes bijgekregen. Ook zitten er ergens enveloppen, volgens mij op het eind. Dus dan kan je ook nog eens een leuke kaart naar even je vrienden of familie sturen. Dus er zitten echt super veel verschillende dingen in. Je kan hem bij de aankoop €12,95 en je hebt dit gewoon allemaal met dingen er al bij. Ik raad het natuurlijk zeker aan voor jullie. Ik vind het wel echt een boek voor mijn doelgroep. Stuur natuurlijk ook even een Snapchat of Instagram berichtje of Twitter foto naar mij. Als je dit boek hebt gekocht, dan ben ik super benieuwd naar. Ik hou me op de spoon. Laten we nu naar de DM's gaan. De eerste DM is, ik sta momenteel aan 5 en 9, moet een 6 staan. Dus als ik deze toets weer verpest, moet ik 16 worden in de tweede helft. Ik sta er nu op zich best wel goed voor, maar mijn instelling is gewoon altijd van, als ik nu voor elk vak een 3 haal, ga ik alsnog niet over. Maar je zegt dat je een 5.9 staat en je een 6 moet staan. Ik denk dat dat echt redelijk te doen is. Het is niet dat je ineens je cijfer 3 punten omhoog moet halen. Als jij gewoon een goede 6 haalt, dan komt het goed. Wat ik denk is niet dat je de instelling moet hebben van oké, ik moet minimaal een 6 punt nog wat halen. Je moet gewoon voor dat vak, ik weet niet welk vak het is, super je best doen, hard leren. En misschien haal je dan wel hoger dan een 6. Of misschien haal je wel een 7 of een 8. Gewoon met de instelling erin gaan van dit gaat lukken, ik kan dit. Hoi Annemarie, ik ga naar de middelbare school en ik heb er heel veel zin in. Maar ik vind het ook een beetje spannend. Heb jij misschien wat tips of dingen die ik niet moet doen? Mijn hele DM-box bestaat gewoon uit 90% van berichtjes van jullie. Met dat ze naar de middelbare school gaan, brugklas. En dat ze het super spannend vinden en hoe het allemaal moet. Ik zit nu in de derde. Ik ben ook een brugpieper geweest. Nee, sorry, zo zou ik je niet noemen. Wat mij heel erg had geholpen, is wat je moet gewoon denken is, iedereen in dit klaslokaal waar ik nu mee zit is vast net zo zenuwachtig als ik. En iedereen die wil net zoveel vrienden maken als ik. Dus ik denk gewoon dat je lekker jezelf moet zijn. Ach, ik klink echt zo'n soort van wannabe psycholoog. Nee, ik denk gewoon wel dat je lekker jezelf moet zijn. Maar wees ook open naar anderen. Want als ik me besef wie mijn vrienden zijn, zijn het eigenlijk meestal gewoon de mensen waar ik naartoe ben gestapt. Of zijn naar mij. Want je begint met een gesprek en zegt hoi. Op een gegeven moment dan, bijvoorbeeld bij een oefening die je dan samen moet doen, dan zie je elkaar van oké, we hebben net een gesprek gehad, zullen we samen. En dan komt gewoon meteen een band. Dus ik denk dat het vrienden maken, dat gaat echt vanzelf. Maar je moet wel een beetje openstellen aan de rest. Middelbare school is heel erg wennen. Middelbare school is natuurlijk veel anders dan een basisschool. Maar geloof me, het is echt wel leuk. Ik begin morgen met toetsweek, maar ik ben bang dat ik te weinig heb geleerd. En bij het leren zit ik na 5 minuten alweer op mijn telefoon. Heb je misschien een tip alvast bedankt. Volgens mij hebben ook heel veel kinderen dit, dat ze bij het leren op je telefoon gaan zitten. Leg je telefoon weg, jongens.
leg hem weg. Ik doe dat al sinds de brugklas, leg ik mijn telefoon weg. Daar heb ik er ook gewoon geen last van. Je moet hem letterlijk of helemaal beneden leggen of helemaal op de gang. Niet naast je op je bureau of op je bed. Hij moet echt uit het zicht zijn. Zorg ook even dat hij gewoon op maandje staat of op vliegtuigmodus. Dat je ook geen ping hoort. Zet je er even overheen. Maar het is echt heel fijn voor jezelf. Want op een gegeven moment zit je gewoon in die concentratiebaan. En als je daarin zit, dan denk je niet eens meer aan je telefoon. Maar dan ben je gewoon lekker aan het werk. Ik weet dus niet goed hoe ik me moet gedragen op middelbare school. Heb je tips? Ik weet niet of ik de beste ben om te vragen hoe je moet gedragen. Nee, oké. Okay. Ligt eraan of je bedoelt zeg maar met schoolleiding of met vrienden. Maar als je bedoelt met vrienden, gewoon open zijn. En met schoolleiding gewoon lief zijn en zo. En zorg gewoon dat leraren je mogen. Dan kom je er oprecht gewoon wel. Ik leer genoeg voor mijn proefwerk en weet thuis altijd alle antwoorden. Maar zodra ik het proefwerk voor me lig, weet ik niks meer. Heb jij misschien tips om het beter te onthouden? Ik denk niet zozeer dat je bent vergeten, maar ik denk gewoon dat het moeilijk is om het weer allemaal op te halen als het ineens op een papiertje voor je ligt dan wanneer je ouders het bijvoorbeeld aan je vragen. Dus als je bijvoorbeeld die vraag leest, ik denk dat je niet meteen, oh my god, wat was het ook weer? Oh my god, wat was het ook weer? Gewoon even rustig ademhalen en even terugdenken naar wat je die dag van tevoren of wat je gisteren toen hebt geleerd. Gewoon even rustig denken, wat was het ook weer? Bijna niemand weet elke antwoord foutloos op een toets. Er is altijd wel een vraag waarvan je denkt, geen flauw idee, doe maar wat. Maar bij moeilijke toets gebruik dan kauwgom. Kennelijk is dat wetenschappelijk bewezen. Of het zit gewoon tussen mijn oren. Maar bij een moeilijke toets moet je een kauwgompje in je mond doen. Dat je hersenen dan beter gaan functioneren. Zo'n kleine tip, het is niet dat je daardoor meteen een 10 haalt. Hoe bereken ik de sinus? Help. Oh my god, dat heb ik net met wiskunde gehad. Rekenmachine. Sinus is gewoon het knopje sinus op je rekenmachine. En als je sinus invers wil, dus met dat min eentje, dan doe je shift sinus. Wow, gekke wiskundige hier. Mensen zeggen in mijn klas dat ik veel te slim doe en zo. Daardoor haal ik expres lage cijfers, maar nu ga ik waarschijnlijk zakken. Wat moet ik doen? Dat is echt iets wat je niet moet doen. Als mensen je te slim vinden, dat is eigenlijk een heel erg groot compliment voor jou. Ik denk dat de meeste mensen gewoon jaloers zijn. Blijf gewoon goede cijfers halen. Uiteindelijk ga jij er later beter op uit als je gewoon doorgaat. Hey, hoe vind je altijd motivatie als je aan het leren bent en die motivatie kwijt bent? Dit is natuurlijk een probleem van heel veel leerlingen dat ze geen motivatie hebben. Maar volgens mij zit motivatie best wel in mijn karakter al. Ik kan gewoon denken van ja, ik kan nu niet leren, dan haal ik een onvoldoende. En dan is de kans dat ik niet overga, die wordt steeds en steeds groter. Hoe minder jij leert. En dan zit ik te denken naar alles wat ik dit jaar al heb gedaan. Van wil ik dat weer opnieuw doen? Nee, dat wil ik niet weer opnieuw doen. Zo, dat was me toch een hele mond vol, zeg. Nou mensen, ik hoop dat jullie iets aan mijn tips hebben gehad. Mocht je zelf nou nog vragen hebben over school en dingen, laat ze even in de comments weten. Wie weet reageer ik erop of andere mensen reageren op jouw comment. En dan leren we ook nog weer iets van elkaar. Flow Lemonade kan je natuurlijk ook bestellen. Linkje daarvan staat in de beschrijving. Want tanden lijken echt wit. Wow, cool. Succes iedereen met toetsweken, laatste loodjes, eindmusical. En ik zie jullie gewoon volgende week maandag weer. Doei! Ik ben soms alleen.